een van de ideeën van bennenburgemeester Lisanne Hiemstra wie een feestje organiseren met alle bennen uit haar kastelen komen mochten. Wat gebeurt er nu al je? De band die kom je natuurlijk binnen en dan krijg je een bingo-kaart. En dan krijg je al je spultjes ervan en krijg je wat lekkers huilen en wat ranje huilen. En krijg je een grabbelton, krijg je cadeautjes krijgen. En vooral pleziermeisje is de bedoeling eigenlijk. Hoe bist u nou dat kwam om bennenburgemeester te worden? Nou, ik vond het sowieso altijd al wel leuk om voor een grote groep met ze te praten. Mijn idee was om een kinderboerderij te maken. En mij alle dieren die verwaarloosd wien of mishandelen wien. En die dan het zouden leven te gaan. En dat ik alle meeste koeien werkje die een beperking hien. Zodat die ik een leuke baan kon halen. En we moeten zo goed keer mogelijk meiden, zodat... meestal mij weinig zin en ik een leuke dijk en haar. Hoe doet Lisanne het als bennenburgemeester? Ja, volgens mij fantastisch. Ze is bij volle activiteiten aanwezig. Ze is vaak met burgemeester Brouwer op paard. Ze had Joert dit feestje organiseren voor alle ben. Ontspanning, plezier voor iedereen. Nou, als die Jeroen rest, dan zust het aan alle kanten voorbij komen. Dus dat is prachtig om te zien. Maar dit had Joert ook georganiseerd? Ja, klopt. Dit had ik georganiseerd, ja. En dit wie ik, had ik een beetje georganiseerd op het... idee, want natuurlijk een echte kinderboerderij meid, dat kennen natuurlijk eigenlijk net Sama. Maar ja, dit houden we er wel een beetje bieden. En ja, dat eigenlijk. En moesten we de burgemeester overtuigen om dit mij te organiseren? Nou, voor mij net. Voor mij vonden we direct wel een aardig goed idee van mij. Ik vind het hartstikke een goed idee, want dan kunnen we in mijn beweging een keer hierheen komen en de leuke oud-Hollandse speeltje met een bingo-kaart. Ik vind het een goed idee. Wat kun je nog van Lisanne leren? Nou, dus Jos, zoals ze dat al eerder zei, dan is de kaart die we maken had, dat Lisanne dit hier is bennenburgemeester had, is wel volslijn terug. En wat ik van haar leer, hoe noffelijk ze tussen de bang en ik dit initiatief. Daarom ben ik goed, ik zeg light. Dus even net officieel, want wie mag er aanstinken in de spitkees, mogen we met de band aan de slag. Goed precies volgens die plan? Ja, het gaat precies hoe ik het in de holle hier. En er is heel veel blieren gezichtjes en dat vind ik, daar kan ik heel goed door. Hey!